Schitterend, dit. Ja, ik vind het echt overweldigend ook wel een beetje. Wie verbindt nog, wie vindt nog de parels in dagen? Wie proeft het geluk, overbrugt hier de tijd? Ik heb geprobeerd om een toegankelijk gedicht te schrijven. Niet te poëtisch. Dan hoop je dat je heel veel mensen aanspreekt. Misschien denken ze even terug aan vroeger als je staat te wachten voor die brug. En je leest die ene zin. Misschien gaat die zo weer dicht. Dat is nog beter, dan kan je er weer snel overheen. Maar ja, je hoopt allemaal dat je iets raakt in iemand anders. Okay. De brugschildering wordt in 2 nachten aangebracht door Michelle Geurts en Willem Kersenmeijer. Zij zijn samen eigenaar van een meer dan 100 jaar oud reclameatelier uit Rotterdam, dat gespecialiseerd is in grote, spectaculaire kunstprojecten. De moeilijkheid zit in sowieso dat het hoog is, dat het best wel een beetje spannend is. We hebben dat wel vaker gedaan, maar ja, je staat er ook niet elke week in, dus dat is gewoon altijd even wennen. Heb je last van hoogtevrees? Ja, een beetje. Naarmate ik wat ouder word, wordt dat steeds een beetje erger. Ja. Ik sta liever op de grond, laat ik het zo zeggen. Nog 1 laatste nacht hebben de schilders nodig om het werk te voltooien. Dan wordt het bruggedicht afgemaakt met allerlei gekleurde vormen en het nu nog ontbrekende woordje later. Hoe voelt het om je gedicht zo op de brug te zien staan? Ja, dit is echt wel schitterend, dit. Ja, ik vind het overweldigend ook wel een beetje. Ik voel me ook heel klein hier bij die hele grote brug. Maar ja, dit is te gek natuurlijk. Dit kan niet anders dan dat je dat heel erg leuk vindt. Dat is een eer. Wie verlangt terug naar vroeger? Wie droomt er van later? Wie plukt hier vandaag? De dag voor altijd.